Goedemorgen, broeders en zusters in de Heer. Op deze lectie divine van maandag van de 28e week van tijd door het jaar. En vandaag artikel 325. De herder voedt de gemeenschap. De wachters koesteren een band van eenheid in gemeenschap met de algemeen moderator van de gemeenschap en met de algemeen begeleider, met wie zij een pastoraal verantwoordelijkheid delen. Elke donderdag, een speciale dag van gemeenschap, zorgt elke wachter ervoor om de algemene moderator te bellen, om de band van de gemeenschap in eenheid concreet te maken en te vernieuwen. Dus deze band van gemeenschap, van eenheid, is vooral tussen de algemeen moderator, de stichter en van elke herder, van elke dienaar, van elke mishuis van onze gemeenschap. Zo is een soort van hiërarchie, maar is meer in dienst. We hebben de stichter, we hebben de algemeen moderator en daarna hebben we de herders, de verantwoordelijken van elke missie van de gemeenschap in Filipijnen, in Rome, in België, in Portugal, in Amazone, in Noord-Brazilië. We hebben de missies. In deze band van de plaatselijke herder met de algemeen moderator en met de stichter is heel belangrijk. Anders zijn de schapen in elk huis, de schapen verloren en ze weten niet wat is de visie, wat is de missie, wat is de doel van de gemeenschap. Wat is de toon waarop ze gaan zingen. En deze band is wel versterkt door het gebed, door gehoorzaamheid en ook door respect, maar ook door een band van vertrouwen. We gehoorzamen niet omdat wij moeten gehoorzamen, maar wij gehoorzamen omdat wij vertrouwen dat de Heer inspireert onze stichter, inspireert onze algemene moderator. En deze personen zijn mensen die de Heer heeft gekozen als leiders van onze gemeenschap. En ze zullen zeker iets geven aan de gemeenschap, een visie geven aan de gemeenschap die overeenkomt met de wil van God. En daarom doen wij moeite, inspanning om elke missie van onze gemeenschap zich aan te passen aan wat de gemeenschap in de algemeen beleeft. Het festival van familie, dan zullen elk huis van onze gemeenschap, zal elk huis van de gemeenschap samenwerken voor de voorbereiding van de festival van de families. Is nu voor de jongeren, is nu voor de een nieuwe stichting. Dan elk huis gaat zijn centje geven, gaat ook meedoen aan de visie dat de gemeenschap gaat geven. Anders zijn wij een verdeeld gemeenschap. Daar in Rome doen wij iets, in België andere, in Portugal andere. En wij doen zoals wij willen. En zoals wij beslissen, en wij doen zoals wij zien dat nodig is, maar we hebben geen visie, geen visie om de missies te richten naar de wil van God en naar de visie dat de gemeenschap gaat voor ons geven. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, wij lezen dat Abraham twee zonen kreeg.
een van zijn slavin en een van zijn vrij geboren vrouw. De zoon van de slavin werd geboren uit de kracht van de natuur. Die van de vrije vrouw uit de kracht van Gods belofte. Deze dingen hebben een diepere betekenis. De twee vrouwen vertegenwoordigen twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinaï. Het ene dat van de berg Sinaï brengt slaven voort, terwijl het Jeruzalem van omhoog de vrije vrouw is. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verhuur u onvruchtbare, hij die nooit hebt gebaard, breek los in geur, hij die geen ween kent. Want de kinderen der eenzame zullen talrijker zijn dan de kinderen van haar die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn dus geen kinderen van een slavin. Onze moeder is een vrije vrouw. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Woord van de Heer, wij danken God. Het is nog een theologie, een these van Paulus aan de Galaten en van onze oorsprong. Alle die hebben de Heer, God van Abraham, van Isaac, van Jacob en de Heer Jezus Christus omhelst met het geloof, zijn kinderen van Abraham, kinderen van Sarah, kinderen van deze vrije vrouw, kinderen van deze hemelse Jeruzalem. Wij zijn dus vrij. Wij zijn geboren niet uit natuur, uit vlees, maar uit de Gods belofte. Uit kracht van Gods belofte. En wij zijn vrij. En waarom spreekt hij zo aan de Galaten? Omdat zij willen de besnedenis beleven. Zij willen zich laten besneden. Maar als zij zich laten besneden, moeten zij alle wetten van de Joodse traditie onderhouden. Geen komma moet zij laten. Zij moeten alle punten, alle commas, alle dingen, alle wetten, de kleinste en de grootste, allen, 600 en iets, onderhouden. Maar dan zijn zij gebonden aan een wet. Maar de Heer Jezus Christus wil een vrijheid voor ons geven van door het geloof. En wij zijn niet vrij omdat wij alle geboden en alle wetten onderhouden, maar wij zijn vrij omdat wij geloven dat de Heer Jezus Christus de enige Zoon van God is. Psalm 113. Verheerlijkt dienaars des Heren, verheerlijkt de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen, vandaar in eeuwigheid. Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder die naam aanbieden. Want boven de volkeren troont de Heer, zijn glorie behiest de hemel. Wie is als de Heer onze God? Wie is als de Heer onze God, die van omhoog overziet het hemelgewelf in de aarde? Die machteloze tilt uit het stof, van wonis hopen de armen weghaalt. Uit het heilige evangelie volgens Lucas. Toen het volk
Toen het volk samen stroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Neniviten, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan, samen met de mensen van dit geslacht. En zij zal hen veroordelen, want zij kwam uit het uiteinde der aarde, om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Wel nu, hij is meer dan Salomo. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan, samen met dit geslacht, en zij zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wel nu, hij is meer dan Jona. Woord van de Heer, wij danken God. Wat is de teken van ons geloof? Is de Goed Vrijdag, de Stille Zaterdag en de Paszondag. De teken van ons geloof en de teken van Jona zijn deze drie dagen. Deze drie dagen waarop wij vieren het sterven van Jezus, de dood van onze Heer, de aanvaarding van zijn dood, het lijden van onze Heer Jezus Christus, zijn dood en zijn verrezenis. Dat is de teken van ons geloof. Heel duidelijk. Dat is de teken dat Jona heeft gegeven aan de mensen van Nineveh. En door de prediking van Jona zijn alle mensen van Nineveh, de koning tot de kleinste van het volk, bekeerd naar God. En wat is de teken van onze bekering? Wat is de teken die voor ons bekering vraagt? Is de teken van de dood en de verrezenis van de Heer. We moeten geen andere teken vragen voor de Heer om ons te bekeren. Om onze leven te veranderen. Om onze leven, onze gedachten te transformeren. En de gedachten van de Heer te ontvangen. Zijn verlichting, zijn genade. Dat is de teken van de dood en de verrezenis van de Heer. En dat is de fundament, het is de fundament van ons geloof. En als wij niet geloven dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden en verrezen is als teken van de overwinning van de dood, als teken van de macht van de Heer en van de heilsplan van God, dan weten wij niet op welk fundament gaan wij ons geloof bouwen. Het is de teken van ons geloof. De dood en de verrezenis van de Heer. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.